Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 19 maart van Weerblaza. We hebben vandaag nog te maken met weinig bewolking, alleen in het zuiden zien we wat hoge bewolking. Verder is het zonnig vanochtend, maar wel koud, met de temperatuur onder het vriespunt en een matig tot vrij krachtige oostelijke wind. Vanmiddag neemt de wind geleidelijk aan iets in kracht af, bovenland staat er dan een windkracht 3. Verder is het vrij zonnig op veel plaatsen en wordt het 3 graden vanmiddag. Alleen in het zuiden zitten nog wat meer wolkenvelden. Het gaat echt te veranderen, want in de loop van de avond en nacht... krijgen we te maken met een storing die van noord naar zuid over ons land trekt. Daarbij is kans op lichte neerslag in de vorm van ijzel of sneeuw. Daar hebben we morgenochtend mee te maken. Plaatselijk kan het verradelijk glad zijn, maar al snel komt de zon erbij. En middags wordt het dan 5 tot 8 graden bij een matige noordelijke wind. Vanaf woensdag is het anders... Wordt wisselvalliger met veel bewolking en elke dag wat neerslag. De temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog naar 8 op 9 graden op de vrijdag. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.